with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Goedemorgen! Welkom in de wereld van Kissy! En wij moeten vandaag ons huisje achterlaten. Ik zeg vandaag Disneyland, dag 3. Dat is wel het leuke, want we mogen vandaag nog heel de dag in Disneyland. We gaan vandaag naar Movie World. Walt Disney, Disney Movie. Ja, het filmpark, hè. Ja, ja, allee, we gaan daar eens zien, maar we hebben vandaag slecht weer. Yeah. Het is wel nog warm, dus Safa. Alles net nagekeken en ja, huisje. Hopelijk tot wederziens. Het was een aangenaam verblijf. Ja, het was hier goed. Degelijk, ja. Ja, ja. Ik vond de bedden veel beter meevallen dan dat. Je leest heel veel slechte commentaren hier. Maar ja, je bent ook gewoon doodmoe. Je leest heel veel slechte commentaren over het huisje. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Wat is? Nee, ik was aan het denken, je hebt de sleutel nodig voor licht. Ken jullie dat? Ja. Voor elektriciteit in het algemeen. Ja. En ik nam de sleutel uit het contact. En het licht ging sprongen. Nee. Blijft nog even aan. Ik dacht, we sluiten midden. Nee, nee, dat was gisteren ook. Dat blijft. Je moet eerst de klink omhoog doen. Ja. Dat blijft nog even branden, zodat je nog in het licht buiten geraakt. Dat is handig. Nee, je moet eerst naar boven, ja. Ja. Dat is een speciale toedoendeur. Ik ga naar de kindjes, want die zitten al... De vuilke. De poetsdienst, denk ik. Ja, we moeten dringend vertrekken. Ja. We hebben ons aan tijd genomen. We hebben gisteren nog gewoon echt uitgeslapen. We hebben nog een kwartier, man. Oh, ik verschot. Ja, we hebben nog een kwartiertje. We moeten om 11 uur altijd het huisje uit. Kindjes zitten hier al in de auto. De auto is gepakt en gezakt. Maar nu kunnen we niet vertrekken, want die mens staat in onze weg. Nee, waarom doe jij de auto op slot? Namelijk. We gaan met een gesloten auto vertrekken. Ja, dat is de poetser. Die wil misschien echt hier komen staan. Oké, maar wij gaan de sleutel afgeven en wij gaan naar Movie World. Movie World? Ik denk het wel. Hè. Ja, Movie World. Movie World. Voilà, ze wel. Gelukkig hebben we Liliana bij, die weet dat dan weer. Ik weet dat ook. En ik hoop dat we een beetje gaan droog blijven vandaag, maar het ziet er niet. Dat ze de bosrijke omgeving is. Ja. Ja, zie. Zo, hier hebben we allemaal huisjes staan. En ik vind wel dat je echt wel genoeg privacy en zo ook hebt. Terwijl dat er wel veel zijn, hè? Ja, het zijn toch wel. Het zijn echt veel huisjes, maar... Op de GPS zie je dat al... Ja, en hier kunnen ze zien hoe dat platte grondje er eigenlijk uitziet. Het zijn allemaal... En hier zie je zelfs de huisjes. Als je heel goed ziet. Ah ja, in blauw. Ja. Hele mini streepjes. Oké, maar wij gaan sleutel afgeven. Oh, al die sterren dat we wel hebben. Vroeger was ik ook in het klapje. Ja? Ik had Arena. Kom aan. Hebben we er zin in? Yes, hebben we er zin in, jongens? Ja! Ja. Zo aanschuiven. Ja.
dat zijn? Ik ga voor de rest van een dag zijn. Denk ik jullie wel. Ja. Mama, waar nu? We moesten terug uitstappen. Dit is een probleem. Oh, wat nu gedaan? Eindelijk voor die gekke jongens. Maar er staan nog steeds deuren open. Er staan nog steeds deuren open. Ook hopelijk raken we nu vertrokken. Anders is het helemaal stom dat ik moet uitstappen. En dan niks niet meer te doen. Allee. We gaan nu genieten van Kars. Oh, kijk, Jules, de auto's naast jou. Oh, cool. Remarquez à courir dans le canyon. Veuillez rester assis et garder les mains et les bras à l'intérieur du train. Merci. All right, everybody. We're making a short scheduled stop here in the canyon. Please remain seated and keep your hands and arms inside the tram. Thanks. Whoa. This canyon is so beautiful and calm. Seulement, on n'a pas honte. Liliana, ben je nat? Een beetje wel. Is jouw kaak nat? Soldats et karting ont terminé leur préparation. Maintenant, c'est à vous. Votre mission, explorer et jouer.
eventjes de studio's. Want het was daar echt heel druk. Cheers! Cheers! Het is vandaag dan het meest goede weer, maar het is hier wel echt heel druk. Dus ik denk dat er heel veel zijn aangekomen. Dus, wat had ik voor idee? Nog even gaan shoppen in Disney Village. En er zit ook wel echt regen in de lucht. Het ziet er echt heel grauw uit. En het zou volgens een buienradar ook wel stiltjes aan beginnen regenen. En ik ben helemaal buiten adem, want het is hier bergop. Je ziet dat niet, maar echt waar, maar een bergop. Maar je voelt het wel in de katen. Oh, het is echt, maar ik heb wel geen stijve benen of zo. Ik dacht echt mijn benen gaan pijn doen. Dat is makkelijk. Het is echt, ja, maar ah, ja, omdat je in beweging blijft nu. Oké, ja, als chance hebben we morgen, moeten we morgen niet veel bewegen. Daar hebben we aan gedacht. Dus ja, wij gaan nu shoppen en ik heb eigenlijk zo wat sfeerbeeldjes er juist gemaakt. We zijn daar maar op één attractie geweest, die dat dan nog stuk viel. Kevin direct, oh nee, weer een bakje dat van mij stuk is. Ik doe niet. Deze was echt stuk. Ik ben gemaakt voor ongeluk. Maar het is vandaag opvallend drukker en het was echt voor zo een vliegend tapijt en zo 35 minuten aanschuiven. Goh, ik moet zeggen, papa mag er dan niet mee op. Ik sta daar dan alleen met die drie. Dat zie ik zwanger zo eigenlijk. Dat draait rond. Zodat ik zwanger ben. Ah, oké, okay, ja, nee. Ja, jij mag daar mee op, hè, papa? Nee, 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 als het rond draait, dan... Heb je het takel weer gezien? Ja. Ah, ja. Ja, Loren is nu helemaal into takel. En nu gaan we de village binnen.
We waren eigenlijk naar huis aan het gaan. Alleen naar huis, ja. Richting de auto aan het gaan. Want het is heel hard aan het waaien ondertussen. Het gaat echt af en toe... Het begint af en toe te regenen en het gaat echt volgens een buienradar omweren. Ja. Alle attracties zijn echt minstens 45 minuten aanschuiven. Dus muziek dan. En, ja, we moeten zeggen, wij zijn ook een beetje moe. En de kindjes ook. Nee, hey, Liliana nog niet. Maar we moeten ook nog een heel stuk naar huis rijden, dus... We gaan rustig richting huis gaan. En papatje? En onderweg nog iets. En onderweg nog eten natuurlijk. We wilden eigenlijk hier bij McDonald's stappen. Ja. Maar, het is er heel druk. En het is weer een heel stuk stappen dan. Ja, dus eigenlijk Het is daar zo druk dat het ook niet meer gezellig is, want je zit zo... Ik denk voor de kinderen dat het beter is. Ja, dus we gaan een rustiger plekje zoeken. Wat zeg je, Lorien? Ja, jullie willen ook naar huis en ook McDonald's, hè? Ja. Julia is ook heel graag. Ja, die heeft zijn Lego gekozen en die zegt nu ben ik naar huis. Ik zou gerust nog een paar dagen kunnen blijven, maar dat is op het gemak. Wat minder... Ja, ik denk... Wat minder stress. Ja, minder en het haast. Is vandaag ook gewoon echt heel druk. Heel druk. Zo is het. Vind ik het minder leuk omdat je moet echt heel lang aanschuiven. Als je zwanger bent, kan je wel zo'n pas vragen, maar dan nog is het lang aanschuiven. Ja, we hadden eigenlijk ook voor Julia zijn Audi-pas kunnen aanvragen. Maar dat hebben we eigenlijk ook niet gedaan, omdat de eerste twee dagen was het hier zo rustig. Ja. En nu gaan we dat ook niet meer doen. Ja, het zou stom zijn voor die paar uur nog. Ja, dus we hadden zoiets weten. Kijken nog naar de show, want ik kwam toevallig voorbij en zijn nog wat souvenirjes gaan kopen. En ja, en we zijn weer bergop aan het gaan, dus ik ben weer buiten adem aan het gaan. En ja, wij zien jullie subiet bij de auto of zo wel terug. Of in de McDonald's. Dag Disneyland, we gaan je missen. Ja. Toch wel. Ja. Toch wel. Ik had het niet verwacht, maar ik ga het echt wel missen. Ja, de eerste dag kwam Kevin in dat huisje terug en zei, pfff, is dat nu maar? Ja, maar we hadden een heel deel nog niet gezien. En nee, we hadden echt tot aan het kasteel, door het kasteel en teruggewandeld. Ja, ik dacht dat wel veel dus meer. Echt... Ik dacht, er waren nog veel verborgen plekken. Ik zal ja, we hadden eigenlijk echt zo'n schoon rondje gelopen, maar je hebt zo nog rondjes... Met uitsteeksels, of hoe moet ik dat nu zeggen? Ja, zwart, maakt niet uit. Wij gaan richting huis. Het is nog wel... Droog. Ja, droog. Het is kwart voor vijf. Het ziet er wel echt heel grijs uit, maar het is voor ons ook goed geweest. Hè? Dan zijn we ook op een op tijduur. Ik ben heel moe. Ik hoor dat wel. Dan zijn we nog op een tijduur. Ja, we gaan nu wel filen hebben waarschijnlijk. Nee. 2,2. Ja. Duur. Ja, een beetje dan, hè. Het gaat in Frankrijk gaat het niet goedkoper worden, hoor, denk ik. Misschien hebben ze hier zo'n dingetje voor je raam te wassen. Ja, dat is wel. Ah, ja. Ik speel niet met... Ah, nee. Zit dat daar normaal niet in? Jawel, dat moet hier in dat bakje zitten. Er zit water in, maar een flesje water en geen... Geen borstel. Ja. Wat. We moeten tanken. Het is nu eenmaal zo. Het zal niet te veel worden. Ja, het is voor tot thuis te komen. Hè. Nou, als je in de file staat, dat je geen stress hebt. Hè. Ah, er is wel een aftrekkertje. Ja. Ja, onze dingen is op. Valt op van het raam. Dus het was even... Het was één vliegend dingen voor ons raam. Papa had er denk ik vanmorgen wel al is met water over geweest. Maar ja, zonder die... Ja. Ja, spijtig genoeg wel, ja. Waarom spijtig genoeg? Maar Kevin, moest jij dat nu niet doen? Doet hem daar rameken, maar hij moest eigenlijk dat... Maar ja, mannen, hè. En dan zegt hem dat ik moe ben en dat ik aan het ratelen ben. Zwat. Jullie zien, zullen het waarschijnlijk ook wel zien. Papa is nu aan het tanken. Wij gaan tanken en dan gaan we op zoek naar de McDonald's. Het is trouwens... Het is iets voor vijf, dus het is echt wel mooi geweest.
Ja, ik kan gewoon wilken en ik... Vonden jullie het leuk? Ja! Ik kan gewoon leuk of superleuk? Superleuk! Ja, ze vonden het echt allemaal superleuk. En ik ook, en papa eigenlijk ook. Want gisteren waren wij terug in het huisje en zei ik tegen papa, oh, het was toch wel echt leuk. Het was echt een leuke dag, maar vandaag hebben we een beetje pech met het weer. Met het... Nee, we wouden heel graag in de hond, maar we hebben vandaag eigenlijk pech gehad met het weer. En met dat het echt heel druk was. Het was echt 10 keer zo druk als gisteren. En ja, die hond was dan 35 minuten aanschuiven en zo. En oh, ik zag dat eigenlijk niet zo zitten, want ik heb vandaag heel veel last van mijn bekken en mijn heupen. Van gisteren lang op die grond te zitten voor de show te kunnen zien, denk ik. Mijn eigen schuld een beetje. Maar het was het waard. Volledig waard. Maar ja, daar bij die hond was ook in het open lucht. En als het dan keer begint te regenen, dan staan we daar ook. Dus ja, en we kunnen daar ook niet met z'n allen op. Want we hebben echt bewust van alles gedaan waar dat we met z'n allen op kunnen. Alleen dat één treintje, maar omdat ik zelf weet dat dat een heel leuk treintje is, had ik zoiets, als ik moet wachten, is hij niet zo erg. Daar, achter ons, die doet dat in de koffer. Zo, boem, boem, koffer vol. Oké, maar ja, ik denk dat er vandaag niet zo heel veel beeldjes waren, maar we gaan nog naar de McDonald's en zo. En misschien film ik ook nog wel de thuiskomst in het donker, want het zal donker zijn als we thuiskomen. Wij hebben ons de McDonald's gevonden. Het is hier nog rustig ook. Dat gaat smaken. Gespeeld. Het was een klein speeltuintje. Dat was voor hun wel leuk. En nu zitten wij nog voor 319 kilometer in de auto. En papa, gaat het met de beentjes? Want na 3 dagen zoveel stappen. Ik zou het echt niet kunnen nog 3 uur zitten rijden. We zullen het binnen 3 uur zeggen. Ja. Laten we hopen dat het 3 uur is en geen 4 of 5. Ja, zo, in zo'n file dat je ze altijd zo... Oh, daar krijg je moe benen van, hè? Ja. Dus, Waar rijden ben ik gewoon? Het is hier trouwens niet beginnen regenen. Dus, alleen zo'n beetje, klein beetje gesmost, zo, maar niet echt veel. Dus. Maar we zijn toch blij dat we vertrokken zijn, want we zijn moe. Ja, en nu gaan we toch nog op een uur thuis komen. Dus, rond 10 uur zullen we normaal thuis zijn. Zou ik half 11 worden? Ik ga niet kijken.
Allee, ja. Weten we nog niet, maar... Misschien nog gaan lopen. Die kilo's van vandaag... Maar liggen wij ook eens op tijd in bed, hè? Want wij hebben ook weinig geslapen de laatste nacht. Ja, ja. Ja, dat hoort bij Disneyland, hè. Zo weinig mogelijk slapen en zoveel mogelijk doen. We hebben weinig geslapen en ook weinig gedaan. We hebben alles toch gedaan. Gisteren ja, we vandaag. Het was een drukke dag. Vandaag hadden we zo'n dag, hè. Zo, we hebben precies vandaag niks gedaan, alleen rondgeslinderd. Dat is. Ja. Ja, het is, eigenlijk hadden we vandaag de stoet moeten doen. Maar ja, we wisten ook niet dat het vandaag zo druk ging zijn. Nu op vrijdag is het echt druk, mannen. Ja, maar ik denk dat dat normaal is. Ik denk dat heel veel mensen... een verlengd weekend. En waarschijnlijk op maandag misschien. Maandag zal het ook druk zijn. Ik denk maandag... dinsdag, woensdag, donderdag zal het beste zijn, denk ik. Maar alleen op woensdag hebben we misschien zo dagjes mensen van hier. Maar waar het woensdag? Ah ja, nee, ja. Dat is waar. Oké, wij rijden rustig naar huis. Hierachter hebben ze een animatie vast, hun tabletten. En ja, na het schijnt gaan we naar de regen, dus hip hoi! Nog altijd. Het ging daar toch vandaag weer opweren en stormen. En... we zullen zien, ons huis zal er in ieder geval nog wel staan. Stel je voor, gaan we thuis komen en dat zonder huis, of dat is een zwembad geworden. Zo. Het is helemaal aan! Als het warm water is, dan is het goed, hè? Zetten we ons huis erachter. Ik hoop dat wel dat het mooi is aangelegd. Hè. Ja. Allee. Alleen, ons Disney-avontuur is gedaan. Ik ga het wel missen, maar ik ben ook weer blij voor thuis te zijn. Ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. Vond je het weer een leuke vlog? Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet gratis te abonneren. En tot de volgende keer. Dag!